Rijnmond helpt. Ja, nu alle sportscholen gesloten zijn, gaan veel mensen thuis aan de slag om toch nog de broodnodige beweging te krijgen. Helaas is dat toch niet hetzelfde als op de sportschool waar je alle mogelijke apparatuur tot je beschikking hebt. Maar Warren's Sportinstituut in Hellevoetsluis heeft iets slims bedacht. Goedemorgen, goedemiddag Martin Warren. Goedemiddag Erik. Hallo. Jullie zijn als allereerste in Nederland sportapparaten en attributen gaan uitlenen. Een soort sportbibliotheek dus. Ja, dat is juist. Wij zijn 17 maart, nadat wij op zondag de 15e te horen kregen dat wij de deuren moesten sluiten, zijn wij vanaf de 17e inderdaad een sportbibliotheek gestart voor onze klanten. Zo, dat is snel. Meteen, hupsakee, actie. Ja, ja. Een ondernemer die gelijk door te schakelen als de deuren dicht gaan. Dus we doen ons best om op deze manier een bijdrage te leveren bij de gezondheid van onze klanten. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Hoe werkt het precies? Toen wij een e-mail naar onze leden hebben gestuurd, had ik 193 aanvragen de eerste avond. Die hebben we allemaal nagebeld. En van spinbikes tot dumbbells tot matjes, touwtjes, spring, kettlebells, noem het maar op. We hebben gewoon alles wat redelijkerwijs te verplaatsen was. Dat hebben we in de uitleen gedaan. Ja, dat wou ik zeggen. Je kan toch niet alles zomaar even overzetten? Nee. Ik bedoel, een lopende band of zo. Denk niet dat je dat snel doet, nee, naar drie ogen achter. Nee, dat hebben we ook niet gedaan. En als je buiten kijkt, ik denk dat heel veel mensen lekker van de buitenlucht op dit moment ook genieten. Door buiten te gaan joggen of eventueel de fiets te pakken. Dus alles wat te zwaar was, dat hebben we uiteraard laten staan. Want dat is ook niet handig. Nee, precies. Maar je ziet wel, en ik zie het bijvoorbeeld bij mij als ik hier naar het werk fiets, zie ik altijd op één plek, volgens mij is het een personal trainer zelfs, die daar iedere dag met iemand anders eigenlijk staat. Die dan met een paar van die stretch touwen vastgemaakt aan een muurtje staan te trainen. En hij staat daarbij adviezen te geven en zo. Je kan natuurlijk nog heel veel eigenlijk buiten die sportschool wel doen, hè? Nee, helemaal eens. Wij hebben met online trainingen geven in ieder geval een handreiking naar onze leden. We hebben een eigen app waar allerlei thuistrainprogramma's worden aangeboden. Omdat het denk ik ook erg belangrijk is om in verbinding te blijven met je klant. Ja. En anderzijds ook wel degelijk het op een veilige en een verantwoorde wijze te blijven doen. Ja. En dat hebben wij en gedaan door professionele materialen uit te lenen. Dus te faciliteren, maar ook te faciliteren in spinninglessen, yogalessen. En zeker nu de vrijheid in het gevoel, ook op mentaal vlak, ons wat wordt ontnomen, is yoga heel belangrijk. En thuis trainen, maar dan ook wel op met de juiste oefeningen, met de juiste materialen. Dat bieden we dan, dat faciliteren we nu ook voor het thuis trainen. Ja, en je kan heel veel doen met die gewichten, bijvoorbeeld die kettlebells of andere zaken. Absoluut. Daar kan je al heel veel oefeningen mee doen natuurlijk. Eens. En hoe werkt het dan in die zin als je het krijgt? Hè? Of je leent het dan? Moet je ervoor betalen? Krijg je het voor een bepaalde periode? Hoe werken die dingen? Het is volledig gratis voor onze leden. We wilden gewoon onze klanten blijven faciliteren. En dat is dan enerzijds met materiaal. Tegen nul. Gewoon kosteloos kunnen ze daar gebruik van maken. Ook via YouTube de filmpjes en de thuistrainprogramma's is gewoon een service. Wij willen nu gewoon laten zien dat wij ook vanuit ons eigen sportinstituut in verbinding blijven met onze klant en dat faciliteren. En dan niet nu in de club, maar daar waar de mensen graag zelf trainen. Nou, want hoe is dat? Lopen de abonnementen bij jullie gewoon door? Nou, daar hebben de mensen een keuze. We hebben de mensen van een keuze gegeven. U mag hem gewoon stopzetten op dit moment. Dat begrijpen we, want we weten niet in welke financiële situatie onze klant zich bevindt. Mm-hmm. Maar het is ook fijn als ze hun club steunen. En dat hebben gelukkig ook heel veel klanten van ons gedaan. Die laten de betaling doorlopen en wij gaan hun 100% compenseren. Dus ze zijn hun geld niet kwijt. Ze laten het nu wel doorlopen, omdat bij ons ook bepaalde kosten doorlopen. Maar we hebben ook gezegd, we begrijpen heel goed dat dit natuurlijk een hele bijzondere periode is. 2020 zullen we niet snel vergeten. Nee. Maar we dienen dat ook wel correct af te handelen met de klant. Dus wij compenseren 100%. En dat doe je gewoon op een later moment, als bij jullie het bedrijf goed loopt en je dat aan kan.
Nou, dat is hartstikke mooi. Als dan ook mensen dat steunen en zeggen van... dan doe je het eigenlijk met z'n allen, hè, wat dat betreft. Maar ik kan me voorstellen dat jij vanavond toch wel hoopt... Dat premier Rutte misschien gaat bekendmaken... dat die sportscholen weer open mogen, hè, met allerlei anderhalve meter maatregelen. Nou, dat is zeker zo, Erik. Wij hebben gisteravond opnieuw een vergadering gehad met ons eigen team, wat we continu bespreken. Het protocol veilig en verantwoord sporten vanuit de brancheorganisatie, dat heb ik hier voor me liggen. Wij hebben een wat groter centrum waarin wij perfect de anderhalve meter afstand kunnen realiseren. We hebben een reserveersysteem dat we de hoeveelheid mensen in tijds blokken of tijdsloten kunnen reguleren. De lessen passen we allemaal aan met vlakverdelingen. Dus onze ruimtes die wij hebben, die zijn meer dan geschikt om de richtlijnen voor veilig en verantwoord sporten straks te hanteren. Dus als we vanavond een go krijgen, dan zijn wij er klaar voor om de 28e over te gaan. Helemaal goed. Nou, we gaan voor je duimen wat dat betreft. En in ieder geval fijn voor de sporters om te weten dat ze gewoon door kunnen sporten met hulp van jullie ook weer. Marten Warren, dankjewel. Oké, dankjewel Erik. Fijne middag. Dankjewel, jij ook.